Het is vrijdag 5 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdamse politiek bakkeleit over aanstaande bezuinigingen. Scholieren raken hun schooltuintjes kwijt. En Boijmans toont kunst geïnspireerd op Tweede Maasvlakte. En alvast kort het aldus met het weer. De zaterdag die verloopt bewolkt, rustig en ook droog met in de ochtend kans op mist. Temperaturen daarbij ongeveer een graad of 5. Ja, wat moeten de politieke partijen in Rotterdam met alle mooie verkiezingsbeloften als het Rijk 300 miljoen aan bezuinigingen oplegt aan de stad? De gemeenteraad vroeg gisteravond om een standpunt van burgemeester en wethouders. Het was Partij van de Arbeid wethouder en lijsttrekker Schreijer die er deze week via Twitter en de microfoon van Radio Rijnmond geen onduidelijkheid over liet bestaan. Als de bezuinigingen van 300 miljoen ten koste gaan van de achterstandsgebieden in Rotterdam, moet de eigen PvdA de stekker maar uit het kabinet trekken. En als in het spel met de coalitie, met het CDA, dat verkeerd uitpakt, dan zullen wij echt flink aan de bel trekken en ook via de Partij van de Arbeid aangeven van laat het kabinet dan maar klappen en laten maar nieuwe verkiezingen komen om de kiezer te laten aangeven op wat voor manier we met dit land door moeten. Koren natuurlijk op de verkiezingsmolen van de gemeenteraad uitgezonderd. De Partij van Arbeid wil de fracties duidelijkheid van die andere PvdA-wethouder Financiën, Kriens, over de vraag waar die partij nou eigenlijk staat. En of er nog voor de verkiezingen duidelijkheid kan komen over de bezuinigingen in Rotterdam. En of er nog enig verzet te verwachten is. Dat het toch heel fair zou zijn als de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen met die feitelijke informatie gewoon richting de kiezer kunnen gaan en kunnen zeggen van nou ja, als het aan ons ligt, dan maken we deze en deze en deze keuzes. En niet pas na 3 maart. Wethouder Kriens laat weten dat, terwijl ambtenaren in Rotterdam aan het nadenken zijn hoe er 20% op de Rotterdamse uitgaven bezuinigd kunnen worden, er tegelijkertijd gelobbyd wordt naar Den Haag. Jawel, in alle stilte. Want dat is namelijk het kenmerk van een lobby. Dat je dat nooit zomaar, want dan gaan ze dat weer op Rijnmond uitzenden en zo. En dan denkt de minister vervolgens van, nou, ik weet hoe Rotterdam de lobby voert. Maar is het dan constructief dat een wethouder dit soort uitspraken doet? Dat een kabinet anders maar moet vallen, notabene van een partij waar die zelf in het kabinet zit? De SP riep op om met 600.000 Rotterdammers in protest te komen als het kabinet haar plannen doorzet. Dat we maar het vast het Malieveld moeten gaan afhuren. Om alle Rotterdammers op te roepen om een stevig geluid tegen dat bezuinigingspakket van Bos en Balkenende te laten horen. En dan de zeker in verkiezingstijd opmerkelijke reactie van Kriens. Besturen en lobbyen vraagt echt meer intelligentie dan de straat opgaan en ervoor zorgen dat er zichtbaar is dat Rotterdammers zich zorgen maken. Nou, meneer De Klein, er is toch meer intelligentie nodig, zegt de Partij van de Arbeid, dan naar het Malieveld in optocht gaan. Wilt u nog iets kunnen doen aan deze bezuinigingen? Wat vindt u van zo'n uitspraak? Ja, dat vind ik een hele vreemde uitspraak. Kijk, om actie te voeren, daar moet je echt heel intelligent voor zijn. Ja, en zo komt de Rotterdamse politiek in de tot nu toe toch wat matte campagne langzaam in beweging richting 3 maart. Sterker nog, de fijnproevers zijn allang benieuwd naar de vraag welke partijen straks leden gaan leveren voor het college van burgemeester en wethouders. Bij een schietpartij op de Hoeklaan in Spijkenisse zijn vanmiddag een dode en een gewonde gevallen. De dode is een nog onbekende man en de gewonde is zijn partner. Het stel had thuis ruzie gekregen en daarover was de politie ook al gebeld. De vrouw vluchtte in haar auto. Haar man kwam vervolgens in zijn auto haar achterna en reed haar klem op de Hoeklaan. De man schoot vervolgens op de vrouw waarbij zij gewond raakte. De inmiddels gearriveerde politie schoot daarop de man neer. Hij is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. Opnieuw moest vandaag een aantal verdachten van de strandrellen in Hoek van Holland voor de rechter verschijnen. Tegen een 15-jarige jongen uit Spijkenisse is door justitie 8 maanden jeugddetentie geëist. De zaak tegen een 42-jarige verdachte uit Vlaardingen werd aangehouden. De man spreekt de beschuldigingen tegen en wil dat de rechter 4 getuigen hoort. De rechter honoreerde dat verzoek. De zaak tegen deze Vlaardinger wordt op 5 maart voortgezet. Het proces tegen 4 andere meerjarige verdachten was aan het eind van de middag nog steeds bezig.
Waar komt peper vandaan? En zijn worteltjes altijd meteen oranje? Vragen waarvan veel stadskinderen het antwoord leren in hun schooltuintje. Maar de Rotterdamse deelgemeente Noord gaat de tuintjes afschaffen. Te duur. De leerlingen van basisschool De Blijberg snappen er geen biet van. De reportage is in aantocht. Ze laten het er niet bij zitten, de leerlingen van De Blijberg. Ook al kunnen ze er in de wintermaanden geen gebruik van maken. Ik maakte mijn eigen groenten en ik leerde er heel veel over. En ik vind het leuk om buiten te zijn en je bent heel even tijdens school in de natuur. Ook de locatiedirecteur Bart Lohman is het niet eens met de beslissing van de gemeente. Want een schooltuin is belangrijk voor stadskinderen. De kinderen krijgen heel weinig mee van natuur. Er is heel weinig natuur. De meeste kinderen hebben geen tuintje. Hier komen ze in aanraking met de aarde. Dat lijkt me nogal belangrijk. Door de schooltuintjes te schrappen bespaart de deelgemeente 250.000 euro per jaar. Maar ze zijn voor de leerlingen wel op zoek naar alternatieven. We hebben een aantal scholen en er komen er nog een aantal die nu een groene schooltuin, schoolplein krijgen. Dus die hebben de natuur om de hoek. En een ander alternatief zijn we met de speeldenis bezig, de natuurspeeltuin. Dat zij de lessen gaan verzorgen en met kinderen ook naar buiten of in de speeltuin zelf of ergens anders met de natuur in aanraking komen. Maar dat is niet hetzelfde als een schooltuin waar je zelf je groente maakt. En dan mis je grote ontdekkingen, zoals dat er een peperplant bestaat. Vroeger wist ik ook helemaal niet wat een peper was. Ik dacht dat het gewoon een korreltje was dat uit een houten ding kwam. Nog meer voordelen. Zelfgemaakte groente is namelijk veel lekkerder dan van de Albert Heijn en ook meestal veel groter. Tot de zomervakantie mag de school de tuintjes gebruiken. En wat er dan precies met de grond gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Bart Lohman hoopt dat de grond nog wel beschikbaar blijft voor tuinieren, bijvoorbeeld volkstuintjes, en dat de school er dan gebruik van kan blijven maken. De rechtbank in Rotterdam maakt over een week bekend of verdachte Linda V. langer blijft vastzitten. De vrouw wil af van de onduidelijkheid over het moment van haar rechtszaak en heeft daarom om vrijlating gevraagd. Het Openbaar Ministerie verdenkt Linda V. ervan iemand te hebben ingehuurd om haar man Hans Leijsen te vermoorden. De vermogende Rotterdammer had onder meer een elektronicazaak in de Benthuizenstraat. De man die de schoten zou hebben gelost is inmiddels overleden. De rechtszaak tegen Linda V. hapert omdat onduidelijk is of de rechter een kroongetuige die op Costa Rica verblijft gaat horen. De aanleg van de Tweede Maasvlakte is in volle gang. En wie daaraan denkt, denkt aan baggerschepen en zandbanken bijvoorbeeld. Maar hoogstwaarschijnlijk niet aan kunst. Toch is er aan de aanleg een kunstproject gekoppeld, Portscapes. Vanaf vandaag is in Museum Boijmans van Beuningen er een tentoonstelling over te zien. Een jaar lang lieten kunstenaars uit binnen- en buitenland zich inspireren door de enorme uitbreiding van het havengebied in de vorm van Maasvlakte 2. Bijvoorbeeld de Oostenrijker Schabus, die zich in een klein zeilbootje in de haven liet vereeuwigen. I built this boat by myself. And with this boat and me in this boat, you have probably a human scale. Within this industrial area and setup. Wij vonden dat zo'n groot project als de Tweede Maasvlakte, dat het gewoon heel logisch is, maar ook nuttig om daar zo'n kunstzinnige culturele dimensie aan toe te voegen. En dan krijg je bijvoorbeeld die Mexicaanse kunstenaar die zich liet inspireren door het gegeven dat er voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte elders, bij wijze van compensatie, natuur moet worden aangelegd. De kunstenaar hoorde dat er gebouwd wordt met stenen uit Scandinavië. En toen dacht hij, nou weet je, dan ga ik een soort van compensatieproject doen. Dus hij heeft een zwerfkei die 30.000 jaar geleden of zo met de ijstijd naar Nederland is gekomen. Die heeft hij als compensatie teruggestuurd naar Zweden. En wat je ziet is een scherfje van die kei en een aantal tekeningen die dat proces verbeelden.
De Amerikaans-Schotse Ilana Halperin pakt het serieuzer aan en vergelijkt in een dia-show de Tweede Maasvlakte met nieuw land dat op een natuurlijke manier is ontstaan. And the idea for the project is imagining the new land in Maasvlakte 2 as if it was a naturally occurring phenomena like a volcano or a new volcanic landmass. Kunst en de Rotterdamse haven, geen voor de hand liggende combinatie. Wat zou de gemiddelde havenwerker van de tentoonstelling denken? Ik denk dat sommigen het buitengewoon leuk en interessant en hartstikke goed vinden. En dat er ook zijn die hun schouders ophalen. Maar goed, dat moet je er niet van weerhouden om dit soort dingen te doen. Boardscapes is nog te bezoeken tot 25 april in Museum Boijmans van Beuningen. En de toegang voor deze tentoonstelling is gratis, want hij staat in een zaal naast de entreehal. In de wijk Crispijn in Dordrecht krijgen kinderen van basisscholen les van leerlingen van de Hans Petrischool. En dat is een school voor minder begaafde leerlingen. Zij helpen de kinderen met het timmeren van trommels. En het is de bedoeling dat de basisschoolkinderen op deze manier leren knutselen en muziek maken. En dat de leerlingen van de Petrischool vertrouwen krijgen in zichzelf. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het zijn drie verschillende plankjes. Twee vierkanten, dat zijn de onder- en de bovenkant. De leerlingen van groep 8 van de Anne Frankschool in Crispijn krijgen vandaag timmerles. Ze maken zogenoemde cajons, dat is Spaans voor doos. Ze worden begeleid door vier leerlingen van de Hans Petrischool, een school voor moeilijk lerende kinderen. De begeleiders zitten in hun laatste jaar en doen zo praktijkervaring op. Ze zijn nu in staat om hun kwaliteiten over te brengen op anderen, zonder dat ze worden afgerekend omdat ze niet kunnen rekenen of lezen ofzo. Dus het is voor alle partijen een geweldig project. Je bent hier begeleider, wat doe je nou zo tijdens zo'n cursus? Ja, kinderen helpen. Laat me zeggen, kinderen gewoon helpen, die een beetje moeilijk slaan en zo, een beetje zeggen hoe ze moeten doen. Heb je al nieuwe dingen geleerd van Gino? Hoe ik een hamer binnen moet houden. Vind je het leuk timmeren? Ja. En dat wordt uiteindelijk een trommel, ga je die ook gebruiken denk je? Ja, we gaan erop spelen. Nou, ik geef slagwerkles, dus djembe onder andere. En het probleem met djembe vond ik altijd, je was aan het trommelen en je nam hem weer mee naar huis. En het leuke van dit concept is dat je het dus maakt met de kinderen en dat ze hem ook mogen houden. Dat is eigenlijk een van de leuke dingen die erbij zit natuurlijk. Er komen striktere aanvliegroutes naar Rotterdam Airport. Piloten moeten in de toekomst zoveel mogelijk de dorpskernen van Berkel, Rode Reis en Bergse Hoek vermijden. Dat is de uitkomst van overleg tussen luchthavendirecteur Wonderlek en de PvdA in Lansingerland. Eerder bleek uit onderzoek van de PvdA dat piloten het niet zo nauw nemen met de aanvliegroutes naar Rotterdam Airport en dus ook over de dorpskernen vliegen. De luchthaven heeft toegezegd op korte termijn, samen met de betrokken luchtvaartmaatschappijen, concrete instructies te zullen schrijven voor de piloten. Met de nieuwe routes moet de geluidshinder voor de inwoners van de gemeente Lansingerland worden beperkt. De nieuwe instructies gaan ook gelden voor regeringsvliegtuigen. In Rotterdam worden morgen verschillende inzamelingsacties gehouden voor Haiti. Tussen de 3 en 4 uur 's middags zal een aantal zangers en zangeressen op straat optreden om zo geld in te zamelen. Onder de noemer Power Voices for Haiti zullen de artiesten proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Bovendien wordt iedereen die mee wil zingen opgeroepen zich aan te sluiten. One love, one heart, let's get together and feel alright. Zo moet het morgenmiddag gaan klinken, maar dan met nog veel meer stemmen. Een uur lang zingend collecteren voor Haiti, voor de woonwijk van zangeres Lori Browns, waar de hulp nog niet is gearriveerd. Iedereen is dakloos, noodhulp hebben zij nog niet ontvangen en het is gewoon van dag tot dag overleven. En wij hebben nu een korte lijn via Lori Browns eigenlijk en haar familie, waarmee wij iets willen doen. Dus ik wou iedereen dan ook zeg maar vragen om zeg maar 1 uurtje vrij te maken deze zaterdag. Alleen 1 uur uit je leven. Ik weet iedereen heeft wel veel gegeven, maar om gewoon gezellig mee te komen zingen en je trots opzij te zetten en komen collecteren in de stad in Rotterdam. En voor wie mee wil zingen, het verzamelen is vanaf 3:15 voor het stadhuis op de Coolsingel. Let's get together and feel alright. En geld geven. En aansluitend is er ook nog een actie in Your Space, het jongerencentrum naast het Hilton Hotel.
In ons festivaljournaal van vandaag lopen we mee met middelbare scholieren die tijdens schooltijd lekker een filmpje mogen pakken. Maar eerst bezoekt verslaggever Jos de Jager de meest controversiële film van dit festival, Necromantiek. Een film die seks met dode mensen en dieren verheerlijkt. Het is al bijna nacht en de kinderen en de volwassenen hier in de buurt liggen vredig te slapen. Maar iets verderop, hier in Lantaarnvenster, wordt de meest gore film ooit vertoond. Dan gaan we nu eerst naar wat fragmenten kijken en ik waarschuw alvast, als u kinderen in de huiskamer heeft, even de oogjes dicht. En als u er zelf ook niet goed tegen kan, ook even de oogjes dicht. Daar gaan we. Ik zei toch dat u niet moest kijken, maar ik geef u nog een keer de kans. Houd de kinderen weg, sluit uw ogen als u het niet wil zien, want hier komen nog een paar smerige fragmenten. Ja, het CDA en de ChristenUnie-SGP in Rotterdam wilden dat deze film eigenlijk vanavond niet vertoond wordt. Maar het gaat toch gebeuren, want de festivaldirecteur Rutger Wolfson heeft er lak aan. Volgens hem heeft het een culturele waarde. Ik weet dat niet zo goed. Maar een veel belangrijke vraag is, wat voor mensen gaan nou naar dit soort films toe? Gaat u ook naar die vieze film toe? Ik ga niet naar een vieze film. Welke film gaat u dan? Nou, ik ben de titel vergeten. Ja. Niet met die seks met dode mensen? Ik weet niet eens de inhoud. Ik heb een heleboel films besteld, maar ik weet het niet meer. Mag ik een kaartje zien waar u naartoe gaat? Nee, waarom? Waarom wilt u dat weten? Nou, dan weet ik waar u naartoe gaat. Beetje een vieze film? Nou, weet ik niet. Weet u niet? Destijds werd hij verboden. Dus hij heeft enorm veel ophef veroorzaakt. Maar u weet niet of het een vieze film is? Het gaat om seks met dode mensen, hè? Ja, hebben we het over. Ja, goed. Maar dan kan je natuurlijk op duizend manieren filmen. Ja, maar de suggestie is er toch? Ja, goed. Een man die een kat aan stukken snijdt en daarmee in het bad gaat zichzelf gaat invrijven. Dat is ook even afwachten hoe dat eruit gaat zien. Je bent goed op de hoogte trouwens. Ja, ik lees mijn stukken wel van tevoren. Dat zie ik. Ja. Hier heb ik 30 jaar op gewacht. Heeft u 30 jaar op gewacht? Ja. Seks met dode mensen. Ja. Dan legt u dat nog eens even in een korte zin in de camera uit waarom het nou zo fijn is om naar een necrofiele horror porno te gaan kijken. Ah, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het leven is zo kort. En dat er dan na je dood ook nog mensen van je kunnen genieten, dat is toch een ongelooflijke, de ultieme troost is dat. Ik ben er heel blij mee. Necromantiek gaat over een man van middelbare leeftijd die werkt voor een schoonmaakbedrijf. Zijn werk is het bergen van restanten van dode lichamen na ongelukken. Zijn hobby is om lichaamsdelen mee naar huis te nemen. Op een dag komt hij een dood lichaam tegen. In plaats van het lichaam te laten begraven, neemt hij het mee naar zijn vriendin en de pret begint. Very sick, isn't it? No, it's actually very, it's a very soft film. I don't think it was a nice film. Makes you horny? No, it makes me want to go to sleep. Ik vind dat we er voor nu genoeg over hebben gezegd. Op naar een leuker onderwerp. Tijdens het festival is er ook een educatief programma voor middelbare scholieren. Ze leren hoe je naar film kunt kijken. Gisteren kregen mbo- en vmbo-scholieren de Belgische film Les Barons te zien. Een film die aansluit op de belevingswereld van jongeren en veel weg heeft van de kaskraker Chouf Chouf Habibi. Het gaat over de problemen van de grote stad, de generatiekloof tussen ouders en hun kinderen en cultuurverschillen. Tijdens het schrijven van zijn verhaal had hij bedacht dat het misschien wel leuker was en eigenlijk misschien ook wel beter was om er een comedy van te maken. Want hij vindt dat je juist moet lachen om verschillen tussen mensen en dat je daar niet zo'n probleem van moet maken. Dus een comedy bedoeld om te lachen, dus dat gaat zeker lukken denk ik. Veel plezier vandaag en geniet ervan zou ik zeggen. Ah nee, ik vond hem wel grappig. Natuurlijk heel erg over cultuurverschillen. Is dat iets wat jou boeit? Nee, niet echt. Moi, je vais prendre un coca. Ici, y a rien d'américain. Ici, on boycott. Alors, je vais prendre un Fanta. C'est l'été. Ik weet niet of het zelf goed reflecteert wat er echt in de werkelijkheid gebeurt. Volgens mij niet. Et pour comprendre un baron, faut comprendre sa philosophie. Hassan, viens. Non, j'ai pas le temps, il faut que j'aille. Viens, j'ai pas le temps, je te dis. Mais viens, j'en ai une bonne. Amène-toi. Pour les barons, tout homme est envoyé sur Terre avec un nom bien précis de pain. Différent pour chacun. Après avoir dépassé ce nombre, tu meurs.
Ce que personne ne sait, c'est que chacun a son propre compteur et que chaque pas compte. Et nous, les barons, on le sait dès le départ. Een grappige scène en zeg maar, dat overdreven werd uitgelegd, vond ik nog leuker. Zeg maar. Ik vind het heel goed dat hij juist gekozen heeft om de schrijver, dus de regisseur, om het een comedy ervan te maken. Want wat al in het begin was verteld, je moet er inderdaad gewoon om jezelf kunnen lachen ook. Het was een poging tot, maar het is niet goed gelukt. Onze laatste tip van dit jaar is Running Turtle. In 2009 een van de best bezochte films in Zuid-Korea. Het verhaal draait om een tandenloze regisseur die een kat-en-muisspel speelt met een voortvluchtige crimineel. Running Turtle is dit festival nog één keer te zien in Rotterdam op zaterdagavond in Luxor. Vanavond om 10:00 is op TV Rijnmond nog één keer een nieuwe aflevering van Big Talk te zien. En maandag kijken we terug op de 39e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. En dan tot besluit van deze uitzending het weer voor dit weekend. Hier is Ed Aldus. We kunnen terugkijken op een grijze, grauwe dag met enige tijd wat regen. Ja, het regende weliswaar niet hard. Maar goed, regenkleding en paraplu moest je dan toch nog wel bij de hand houden om droog over te komen. Weerfoto's, u kunt ze insturen naar het welbekende e-mailadres weerfoto@rijnmond.nl. Hier links onder in beeld aangegeven. Nou ja, bij dit droevige weerbeeld temperaturen vandaag van ongeveer een graad of 6. En dat bij een matig windje uit het zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht is het overal droog. Als het opklaart, en dat doet het, dan kan de mist gaan ontstaan. Ja, dan bij temperaturen dicht bij het vriespunt zou het zelfs heel lokaal glad kunnen worden. Dus kijk u goed uit, vooral op van die binnenweggetjes en dergelijke. Ja, en dan morgen overdag, de zaterdag, nou, die kan met mist beginnen. Maar voor de rest is het een saaie dag. Het is vrijwel overal bewolkt. Het is droog en temperaturen komen uit op een graad of 5. Verder is het rustig, staat er weinig wind en windkracht 2 uit het oosten. Nou, zondag veel van hetzelfde, ook dan een graad of 5. Ja, en dan pas begin volgende week gaat het weerbeeld veranderen. Van het oosten uit wordt er dan waarschijnlijk koudere lucht aangevoerd. Ook drogere lucht en dat betekent af en toe zon. Overal droog, temperaturen in de middag plus 2, 's nachts rond min 2. Maar het zou mij niet verbazen als het hier en daar lokaal naar de min 5 graden gaat. Dus het wordt weer duidelijk kouder volgende week, maar de afgelopen tijd waren die weerkaarten nogal aan het zwabberen, dus het zou zomaar weer ineens morgen kunnen veranderen. Dit was Rijnmond.